wel zo. Ik ben best benieuwd hoe het is met zoveel mensen over die weg. Nou, neem de tijd. Want dat gaat je heel lang duren, denk ik. Ja. Nou, Alpje 16. Ja, ik weet niet hoe je ja, ik zie hem. En die man is 81. Met die gele helm? Jeetje. Ja, mooi. Wat voor dag is het eigenlijk? Ja, er zitten erbij. Die wegen 110 kilo. Maar die gaan één keer omhoog, of? 100 kilo. Nee. Henk, hij is goed getraind. Maar hoe vaak gaat hij dan? 100 kilo. En hij is te zwaar. Ja, die zal misschien één keer omhoog gaan. Hij had ook nooit gefietst. Die gaat ook voor één keer. Ja, ja. Hij gaat ook wel een keer of vier. Ik had een collega, ik weet niet of ik dat verteld had, die... Zijn zoon die ging en die daagde zijn vader uit van, jij moet ook gaan fietsen. Nou, die had een beetje getraind, die had de Brienoordbrug was hij een paar keer op geweest. Hij zei, Willem, ik heb de eerste bocht niet eens gezien. Hij was gegaan. Ja. En hij zei, nou, zo zwaar. Maar ja, ja, maar er zijn mensen bij, ja, ik heb het ook gezien hoor. Want ik ben ook met mijn dochter, die had hem ook gedaan. Die had hem ook georganiseerd met een school. Ja. En toen gingen er ouders mee van leerkrachten, weet je wel. Ja. En die hadden ook fietsjes bij zich en zo. Ik weet alleen niet waar die vandaan helemaal kapot. Ja. Ja, dat zei hij ook. Ja, de hoge versnelling, te veel met je krachten gesmeed. Ja, hij zei, dat is ja, ik ken hem alleen in de navigatie. Maar stel dat er een opbreking is over. Ja. En denken en... Nee, het is zwaar. Nou goed, ik heb zelf ook al... Ja, het is ook zwaar. Ik heb zelf ook wel een tijdje racefiets gedaan. Dus, ja? Ja. Wanneer is de kerstrit eigenlijk? Nee, de bloesemtoog. De eerste keer, maar we hebben ook kerstrit. Met kersenplukken en zo allemaal. Van? Oh ja, dat is dan. Moet ik even kijken op de... Het zal nou de bloesemrit zijn, denk ik. Erik, wanneer hebben we de kerstrit eigenlijk? Eerst de bloesemrit, dan de kerst. Nee, die bloesemrit, dat is toch de bloesemrit via bed, toch? Ja, dat is 1 mei. Ja, dat is volgende week. Dat is binnenkort, hè? Ja, volgende week. Ja, want we hebben 30, dus zaterdag hier. En dan zondag is die... Dus ik... Nou, het zou me niks verbazen als ik... Dat je alleen zondag mee rijdt. Ja, of dat ik zaterdag een stuk mee rijd en niet alles. Want, je kan afhaken wanneer je wilt. Ja, kijk, ik zit hier dicht bij huis. Ja, ja, ja. Dus het kan zijn dat ik hier afhaak of... Of in Noordwijk afhaak. Nee hoor, hier. Hier is de A4, is hier vlakbij. Ik moet je wel heel eerlijk vertellen, ik vind dat er weinig bollenvelden nog in Ja, dat viel mij te... Kerstrit? Wisselt van dag tot dag, maar bijna. Het is niet normaal. De bloesemrit, dat is 27 april. Kan het nou? Nee joh. Dat kan niet. Dat is woensdag. Oh, dat is een oude, wacht even, dat is een hele oude. Waarom zat je moet op in? De site kijken. Ja, dat doe ik. Jij hebt ze erin gezet. Ja, maar niet die, want die zou bed regelen. Ik heb 1 mei de bloesem. 14 mei hebben we de Arjan Brouwer. Arjan Brouwer met barbecue. We hebben die buitenlandrit. En dan hebben we hier... Dan ga je ook mee, Dennis? 7 augustus is de zomerrit. Nee, 14 mei hebben we een rit. In september met hebben we ook Arjan Brouwer samen. Nog een keer. Met barbecue en alles. Samen ja, met, ik kan mee. Huh? Nou, dan moet je hem cancelen. Ik heb een feest van de jachthaven. Ik zou het even. Als je eigenlijk inschrijft. En als je wel inschrijft, dan krijg je nog de vraag of je meereikt. Ik krijg een commentaar van hem. Dat is bij zijn keuze. Dat is bij Arjan Brouwer. Maar hij ingevuld, maar dan komt hij natuurlijk niet besturen. Ja, hoef je niet. Als je je kent hem bij ons, ik kom hem ook op site zometeen. Als je de site van Arjen hebt aanwezig, moet je helemaal naar beneden toe. Naar beneden, ja. Links beneden. Links beneden, ja. Links beneden? Ja. Dat heb ik al een keer gedaan, denk ik. Ja. Er stond bij stuur een e-mail van neem contact op met zo'n stond op. Links beneden, bij Disdagen. Dat is 14 mei voor zaterdag, of zondag ook. Ik denk op zaterdag. Dat is meestal op zaterdag. Ja, je hoeft niet hoor. Nee. Als je die scooter maar klaar hebt. Als jij nou zo op de donderdag staat, kan je hem zaterdag ophalen. Ja. Vrijdag ben ik vrij en zaterdag hebben ze de afspraak afgezet. Vrijdag en zaterdag kijken we naar de
branden. Ja, als jullie dan naar die naam gaan, dan kom ik denk ik hier ook. Als je die eerst die besloten aan was kan brengen rijden, dan kan je dan wel op de busje brengen. Kom ik met de bus, die kom ik met de bus. Ik was enig hoor. Ik ga er wel even kijken of ik dat even de hotel kan brengen. In de Eiffel hoor. Ja, dat is prachtig. Hoe stel je bij mij brengt, dus dan lekker ik ga beginnen. Hoe stel je dit voor klaar is? Nou, wat doen we? We gaan weer rijden. De helft aan mij betalen, de helft aan... Moet ik naar Leusden komen voor die bouten? Waarvoor? Voor die bouten? Nee. Ik neem alles wel mee. Ik heb al gewoon één zakje heb je nodig en dan zit er niet bij ze, maar je moet... Ik maak een foto. Ja, maar het gaat, nee, die foto, die bouten heb je, de bouten maakt me niet uit, dat weet ik allemaal wel. Maar het gaat om die kromme plaat, die zit erin. Die geroepte plaat, ja. Ja, die plaat. Ik ga... Als je er nou in zit, kost het je drie pakken kop. Die bloesem, dat is dus volgende week zondag. Nee. Dat is over een week, ja. Oh, jee. Hey, als je op Facebook kijkt. Hij gaat me verwennen. Ja, dat heb ik hier. Ja, ja, als je Facebook en daarvan, hoe heet het? MP3 loopt van ons. Ja. Van Mokum. Ja. Ja, die heb ik hier. Evenementen. Ja, daar staat. Bloesem. Die heb je, ja, die staat inderdaad op de grote groep. Toertocht Arjan Brouwer en dan buitenland. Die is erboven, dat is de Bloesem. Ja. 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 Nee, dat weet ik nog niet. Bloesem heb ik nog niet op. Ja, dat weet ik ook nog niet of ik zelf nog hou. Hm. Veel allemaal. Nou ja, zeker. En ik heb thuis ook iemand zitten die ook graag af en toe weg wil. Nee. En anders zegt ze van, dan gaan we bij Richard hier wonen. Nou, daar is wel gelijk in. Ja, toch? Ja, daar moet je rekening mee houden. Leuk, hier de drie ritjes, maar... nou, we gaan naar... Bij Allianz ook. Ja. Dit zijn weer heel anders. Maar in die, bij die MP3-club, daar heb je dus ook van die koelers, vierwielers, een aantal. En daar zit ook in ieder geval een die Yamaha, die kleine, die 300, ja, die rijdt daar ook mee. Hij wil ook die dingen. Wie? Maar ja, dat... Nee, ik kan het niet zo vinden. Ik ben daar in zo'n motorhotel geweest. Weet je, met vijanden. Ja, daarna ben ik naar een motorhotel, maar ik heb er geen foto van. Ah. Ja, ik heb een goede foto van hem, maar ik... Lekkere koffie. Stond hij aan? Hij stond aan, hè? Ja. Heb jij een achteruit, Willem? Nee. Hoe krijg je hem achteruit? Nee, ik heb geen achteruit. Nee, maar hoe krijg je hem dan nu achteruit? Lopen. Lukt je dat? Ja. Ik heb nog 4 in mijn benen. Ja, ik niet zoveel meer.